hoorden zojuist een orgelwerk die doet denken aan de muziek van Dietrich Buxtehude, of wellicht van die voorganger Frans Toender. Maar dat is geen van beide waar. Dit was opnieuw een bewerking van Johann Heinrich Buxtehude, hier op het orgel in Diessen. Het is tijd om eens even kort kennis te maken met deze organist en componist. Hij werd geboren in 1666 in een klein plaatsje nabij Erfurt. In Erfurt ging hij ook orgel studeren bij de bekende Johann Pachelbel. Ook is hij organist geweest in dezezelfde plaats in een tweetal kerken. Hij stierf in 1727 en helaas zijn er niet zo heel veel orgelwerken van hem overgeleverd. Wel zijn er een veertigtal koraalbewerkingen in manuscript, waarvan ik er hier één gespeeld heb op deze Hemelvaartsdag over het lied Auf Christi de Himmelvaart allein. De bewerking van Buxtehude draagt echter een andere titel, namelijk Nun freut euch, lieben Christ gemein. En deze bewerking heeft dezelfde melodie als het lied hier over Hemelvaart.